Welkom op het Sorteercentrum Den Haag. Mijn naam is Sjaak Roderijs. Mijn naam is Ellie Batenburg. We hebben het verzoek gekregen vanuit het MT-productie om aan te geven waar we trots op zijn. En wij hebben die vraag ook uitgezet bij onze teamleiders. En Sjaak? We hebben gevraagd, waar zijn jullie nou trots op? Hallo, ik ben Peter Parijn, maintenance manager Sorteercentrum Den Haag. Dat is mijn gevraagd waar ik trots op ben. Eigenlijk op wel heel veel dingen. Maar als ik zo nu om me heen kijk en je ziet hoe het postlandschap verandert hier, en zeker ook in ons bedrijf, ben ik toch enorm trots op de flexibiliteit van alle medewerkers. Als je ziet wat het afgelopen jaar is veranderd, machines verplaatst zijn, mensen die op andere plekken zijn neergezet naar de reorganisatie, en dan gewoon elke dag weer het proces laten draaien hier, ik ben daar bijzonder trots op. Gerard Noordermeer, teamleider intern transport. En zaken waar ik trots op ben, is ten eerste dat op de goede resultaten bij intern transport, en zeker voor ons hele sorteercentrum. En nog meer trots ben ik dat ik al ruim 45 jaar hier bij de bedrijven heb mogen werken. En het nog met volle tevredenheid doet en mag blijven doen. Hoi, ik ben Hans Zandbergen, teamleider SMX en sinds kort ook van de SMK. Waar ben ik trots op? Ik ben trots dat ik een poos geleden met een team van 6 technische operators de SMX mocht op poten zetten. En samen met de technische operators Bart, Donald, Stefan, Martin, Roy en Surinder hebben wij ze op een hoger niveau gebracht. Sturen en verantwoorden, dat is wat ze doen. En als ik dan op afstand kijk hoe ze processen draaien en na het proces verantwoorden bij een procescoördinator, nadat ze eerst bij mij zijn geweest, dan ben ik daar trots op. We zijn er wat hobbels te gaan, maar we zijn op de goede weg. Daar ben ik trots op. Ik ben Petra Neervoort, ik ben teamleider bij de Groen Opzetmeubel. En waar ik trots op ben, dat zijn mijn medewerkers. En waar ben ik nou trots op? Ik ben heel erg trots op het handmatige proces buspakjes wat ik destijds heb opgezet met een collega. Onbekend in Nederland, oude SMO verdween en er moest een nieuw proces komen. Daar Den Haag in eerste instantie geen nieuwe SMO ging krijgen. Maar er zijn natuurlijk meer dingen waar ik trots op ben. Ik heb vervolgens ook de antwoordnummers mogen uitrollen, de pilot daarvan gehad. Ben daarmee ook in de andere sorteercentra geweest op Den Bosch na om te ondersteunen en te helpen. Dus met performance behavior. Een hele leerzame periode waar ik nog steeds heel veel aan heb en wat ik nog steeds gebruik. Het was de voorloper van het huidige sturen en verantwoorden. Dus de trots straalt er nog steeds vanaf en nu bij de SMX en daar gaan we met z'n allen ook zeker een succes van maken. Ook aan mij is gevraagd waar ik trots op ben. Nou, dit is de SMO, de komst, de bouw en de gebruikname van de SMO. Daar ben ik nou trots op. Waar we ook trots op zijn, is ondanks de vele verbouwingen
het weghalen van machine en het plaatsen van machines, wij geen last hebben gehad met het voeren van de procesvoering. Daar zijn wij nou trots op. Willem de Vreugd, teamleider aanvoer en opzetterij. Ik ben trots op de medewerkers die bij ons werken, die ondanks de reorganisatie toch iedere avond hun werk goed uitvoeren. Daar ben ik blij mee. Ik ben trots op onze medewerkers. Hey, ik ben Sanjay Baldeel, procescoördinator van Sorteercentrum Den Haag. Ik ben 2 jaar geleden begonnen met deze functie. En waar ik echt trots op ben, is de kracht van onze samenwerking van onze team. Onze teamleiders, medewerkers, provo's, procesmanagers en onze manager. Wij zorgen ervoor met z'n allen dat wij een goed resultaat maken, dat we het mooi naar buiten brengen, dat onze kwaliteit in de goede baan is en dat we alles realiseren qua doelstellingen. Dat is onze kracht en daar ben ik trots op. Mijn naam is Wilbert van Melzen, ik ben teamleider machinepark. Waar ik trots op ben is dat we met elkaar, mijn collega's en al, dat we het machinepark op een dusdanig niveau kunnen krijgen dat procesexperts langzaam op het niveau gaan komen, dat ze steeds meer verantwoordelijkheid krijgen en dat we steeds op een goede manier de klant kunnen bedienen. Hallo, ik ben Susanna, teamleider ONS. Waarop ik trots ben is, een maand geleden hadden wij 2 oude SOSMA's, gingen wij dan post op verwerken. Nu verwerken wij niet op 2 SOSMA's, maar op 1 SOSMA. En ik ben daar heel erg trots op dat we dat voor elkaar hebben kunnen krijgen, samen met mijn medewerkers. En op 1 SOSMA te verwerken. Daar ben ik trots op. Hallo, ik ben Doan, teamleider van ONS. Mijn collega heeft net aangegeven dat wij met 2 SOSMA's werkten voorheen en nu over zijn gegaan naar de SOSMA 1. Dat betekent dat we alle productie leveren aan Grijs over SOSMA 1. Maar daarbij lettend op de uren. Want we moeten ook letten op de efficiëntie. En dat hebben wij nog steeds voor elkaar. Ook al draaien we met 1 SOSMA. En daar zijn we heel erg trots op. Ik ben Dave Wulske, teamleider SMO en handsortering. Waar ik trots op ben is dat wij bij de handsortering op dit moment de nummer 2 zijn van het land qua doelstellingen en efficiëntie. Wij hebben vanuit een diepdal zijn we opgeklommen om onze targets te halen. En daar ben ik op dit moment heel erg trots op. Ik ben Irene Lubis, werk bij het machinepark. En waar ik trots op ben is, ondanks de reorganisatie wat we allemaal gehad hebben, wij, de medewerkers, kunnen blijven motiveren, zijn gemotiveerd en dat de samenwerking top is. Daar ben ik trots op. Ik ben Roel Molenveld. Ik ben trots om bij PostNL te mogen werken. Ik ben sinds 2011 in dienst bij PostNL als teamleider. Daar ben ik erg trots op. Ik ben trots op PostNL omdat ik het een mooi en goed bedrijf vind. Daarnaast ben ik ook trots op dat PostNL mij de kans heeft gegeven om mezelf te ontwikkelen. Ik ben op dit moment vervangend procescoördinator. Dat is erg leuk om te doen en daar ben ik trots op. Ik ben Peter Blij. Ik ben procescoördinator Sorteercentrum Den Haag. Waar ik vooral trots op ben is op alle teamleiders en alle medewerkers om met hun te mogen werken vanwege hun gedrevenheid. Dat is waar ik trots op ben. Hoi, goedemiddag. Ik ben Wim Bal, teamleider SMO Den Haag. De vraag is waar ik trots op ben. Daar heb ik over nagedacht. Ik vind dat ik trots ben op wat we hier in Den Haag met de SMO hebben neergezet. Deze kwam dan in de zomerperiode, vlak voor de reorganisatie. Dus heel veel organisatie, regelen, dingen doen, mensen instrueren, opleidingen, allemaal dat soort dingen. Uiteindelijk is dat er gekomen. De SMO draait. Dat was moeilijk. We zijn een tijd bezig geweest om alles in orde te krijgen. We zijn nu nog bezig om alles op orde te krijgen. Van bocht 1 tot vakmanschap tot veiligheidsschoenen toe. Uiteindelijk hebben we een resultaat waar ik trots op kan zijn. Ik ben John Verzol, teamleider ambtenstukken. Ik ben trots op onze samenwerking tussen al mijn collega's en de bedrijfsleiders. Dat we een goed resultaat neerzetten. En ik ben heel trots op mijn grote vriend Wilbert, want die heeft 110 kilometer gefietst vorige week in een slechte conditie. Hij was ziek, ongetraind, daar ben ik ook trots op. Omdat we aan het inhuizen zijn op ons sorteercentrum van met name de voorbereidingslocaties, moeten we ruimte maken in het sorteerbedrijf.
We hebben dit gedaan door een oplossing te vinden om het grijze proces hier te verwerken. Nou, als je deze ruimte ziet, zie je dat we nog wel wat moeten verbeteren aan de ruimte voor onze medewerkers. Maar ik ben super trots op dat mijn teamleiders en de medewerkers het zo op deze manier hebben opgelost en opgepakt. Daar ben ik trots op. Nico van der Laan, teamleider van Intern Transport. En ik ben er bijzonder trots op gegeven, zodat wij gegeven moment, naar aanleiding van de laatste werkreorganisatie, werktijdregeling, hebben onze diensten zelf in elkaar kunnen flansen. Dat hebben we dan met z'n tweetjes gedaan. Nou, daar zijn we toch wel trots op dat we zeggen, jongens, we hebben het zo in kunnen zetten dat de medewerkers op de momenten zijn als er ook postenschema's zijn. En dat we redelijke diensten. En daar zijn we trots op. Ik ben Marja van der Zwan, teamleider van de handsortering. En ik ben er trots op met deze kanjers te mogen werken. En ook de kanjers van de late en de nachtdienst. En ik ben ook ontzettend trots op mezelf. Dat ik in 37 jaar hier op alle afdelingen heb mogen werken in ons sorteercentrum. En trots erop. En ik als stoer klein wijfje op een bijna 64ste dit allemaal nog mee kan maken. Dat was het. En dat nog. Nee, dit gaat. Ja, ik heb ook een persoonlijke beslissing genomen. Ik ga het bedrijf verlaten. En dat vind ik ook, daar ben ik ook trots op dat ik die beslissing genomen heb. Dus ik ga die zaak er staan. Ja, kijk eens even. Mijn mooie bloesje. Ik heb hem niet meer nodig. En dankjewel en veel succes. Ja, doei.